Naar gekeken, Helga. Weer zijn jaarlijkse tweets. Dus ja, ja, maar... ja, eigenlijk was het: hè, dit is, lijkt heel schokkend, maar het was een beetje de saaiste toespraak sinds het begin van de oorlog. Maar één keer nucleaire oorlog aangekondigd. Nou, nou dat is. Dat doet hij voortdurend. Hè? Ja. Dat doet hij eigenlijk in iedere toespraak. Ja. En nu heeft hij de minste woorden daaraan vuil gemaakt. Ja. Ja. Dus in die zin is het natuurlijk onrusbaar, Want je moet het niet bagatelliseren. Maar Poetin trekt iedere keer een rode lijn. Hè? In 2014 zei hij al: als het Westen de Krim aanvalt of, of helpt bevrijden, dan zet ik kernwapens in. En de vraag is: waar is echt de echte rode lijn? Want hij zegt nu: hij grijpt in op Macron. Hè? Die, hij verhaspelt het. Ja. Want Macron heeft gezegd: nou, misschien moeten we op termijn troepen inzetten op Oekraïns grondgebied. Hij maakte Rusland van. Maar Rusland wordt al aangevallen door Oekraïne. Sterker nog, er is laatst, dat weten jullie misschien nog... een vliegtuig uit de lucht geschoten ja. met krijgsgevangenen. Oekraïnse krijgsgevangenen. Rusland zegt dat was een Patriot-raket. Maar ook daar hebben ze niet op gereageerd. Dus de vraag is, waar ligt de echte rode lijn van Vladimir Putin? Maar dit is toch puur binnenlands gebruik? Waar hij het voor doet. Dus ja, die uh, rode lijn in is, een uh, land dat geen democratie is, maakt dat niet uit. Ja. Nou, kijk, het begin van zijn speech was inderdaad: de Russen zijn oorlogsmoe. Dus hoe houdt Poetin de mensen nog ja, ja. aan zijn zijde door te zeggen.? Niet wij hebben aangevallen, wij worden aangevallen. En kijk nou eens naar die Macron-indirecte. Ja. Ze willen ons nog steeds aanvallen. Ja, die Macron-uitspraak moeten we wel even nuanceren, begrijp ik er op de wijk. Want er, er wordt een beetje gesuggereerd alsof er dan troepen vanuit Frankrijk bij wijze van spreken naar, naar Oekraïne, naar het oorlogsgebied worden gestuurd. Maar dat bedoelde hij niet. Nee, wat je volgens mij bedoeld is, als er staakt staak te vuren is, als er uh, sprake is van het ophouden van de strijd, dan zou je dat kunnen gaan doen. Want dan moeten er nieuwe veiligheidsgaranties worden gegeven voor Oekraïne ja, ja. of wat daar nog van over is. Dus dat is een heel andere situatie. Vredestroepen feitelijk dan? Ja, zo zou je dat kunnen, uh, kunnen, uh, kunnen zien. Uh, maar het zijn ook troepen die een afschrikking moeten zijn voor het opnieuw uh, beginnen van de oorlog.